Boeketten met kerststerren zijn bijzonder populair in de advent- en de kerstperiode. In de volgende minuten tonen wij u enkele ideeën voor verschillende boeketten met kerststerren. Voor dit boeket worden droge materialen zoals sinaasappelschijfjes, appelschijfjes of typische kerstkruiden zoals kaneel op een draad geregen om er kleine kransen mee te vormen. Samen met de kerststerren zullen deze kransen de eye-catchers van onze creatie worden. Als basis voor de kransen gebruiken we flexibel aluminiumdraad. Stevige aluminiumdraden die aan de kransen worden bevestigd, dienen om het geheel in het boeket te steken. Bij het afsnijden van de kerststerren komt uit de stengel melksap vrij. Dit sap is absoluut niet schadelijk voor de huid. De basis voor elk mooi kerststerrenboeket zijn groenblijvende materialen die het boeket volheid en volume geven. In dit voorbeeld gebruiken we buxus, glansmispel, hulst en Noordmanspar. Tot slot steken we de fruit- en kruidenkransen erin en binden we het geheel goed samen met binddraad. Een boeket dat men niet snel zal vergeten, want de kransen kunnen later opnieuw worden gebruikt. Decoratieve kerstbollen bieden een snelle en voordelige oplossing om kerststerboeketten een feestelijke touch te geven. Een eenvoudige steekdraad die met smeltlijm op de bal wordt bevestigd, vormt de basis voor het decoratieelement. Op het verbindingspunt bevestigen we een feestelijk sierlint en daar wikkelen we engelenhaar rond. Interessante effecten ontstaan als we ballen met verschillende kleuren en bijpassende linten gebruiken. Een ideale manier om resten optimaal te verwerken. Een krans of kransbasis, kant-en-klaar gekocht of zelf gemaakt, is bijzonder geschikt als decoratieve omlijsting voor ronde boeketten. Hier volgt een voorbeeld met een natuurlijke look. Het geraamte maken we van draadgaas. Door de gaten vlechten we achtereenvolgens pitriet, flexibel aluminiumdraad en tot slot een sterrenslinger. Om het geraamte stevigheid te geven en om straks de groene materialen en kerststerren te ondersteunen, maken we een kruisvormige constructie met vier stevige aluminiumdraden die we aan de krans bevestigen. Nu kunnen we het siergroen en de kerststerren gemakkelijk in de krans steken en het boeket met binddraad goed vastbinden. Ons volgende idee voor een kerststerboeket is gebaseerd op een basisconstructie van sierstroken. Terwijl de physalisbloemen en appelschijfjes klassiek op een draad worden geregen, gebruiken we voor de sinaasappelschijfjes een andere techniek. Een stevige, maar toch plooibare draad wordt op een sierlint geplakt en dan met een tweede sierlint afgedekt. Op deze stevige band kunnen we nu de sinaasappel vastplakken. Dan worden alle elementen met gouddraad aaneengebonden. Zoals we in een vorig boeketidee al hebben getoond, maken we ook hier een kruisvormige constructie van stevige aluminiumdraden om het geheel steun te geven. De vier draden worden met tape tot een steel aaneengeplakt en tegelijkertijd bekleed. In deze constructie steken we nu taxus, hulst, laurierkers, glansmispel en kerststerren. Heel belangrijk is ervoor te zorgen dat de verschillende sierstroken goed zichtbaar blijven.
Voor accessoires die niet zichtbaar zijn, wil niemand betalen. Een klassieke strookrans is de basis voor de volgende creatie. Om de krans een vollere en aangenamere look and feel te geven, omwikkelen we hem eerst met